Nou, wij vinden dat er beter moet omgesprongen moet worden met de ruimte voor de auto. Je ziet nu dus heel vaak bij herinrichtingen een bepaalde situatie is dat er gewoon niet handig is ingedeeld. Daar zijn nog een hoop verbeteringen in. En ja, natuurlijk het argument auto vervuilt. Nou ja, we weten allemaal dat het autopark wordt langzaam elektrisch. De nieuwe auto's zijn veel minder vuiluitstotend. Dus dat valt ook allemaal wel mee. En met de bereikbaarheid. Ja, ik rijd vanmorgen van de ene kant van de stad naar hier zonder problemen door. Ik zag zelfs op de Zevensprong bijna geen auto staan om 9:30 zaterdags. Om 9:30 morgens. Oh, dat is goed nieuws. Dus ja, dus in principe ja. Het en meer asfalt. Nou ja, en volgens mij is meestal asfalt ook erbij gekomen voor rode fietspaden in de stad. Dus meer asfalt als dat tot meer autoverkeer leidt. Ik heb er een ander idee over. Ja, Joris, auto's, het argument van Jelle onder andere is, auto's worden steeds zuiniger, steeds minder vieze lucht stoten ze uit. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo nodig om die auto terug te dringen. Nou, je moet je niet vergissen in die rubberen autobanden en het fijnstof wat dat veroorzaakt. En juist dat fijnstof is schadelijk voor de volksgezondheid. Dus ook op dat gebied vervuilen auto's. Ook als ze schoner worden met de brandstof, vervuilen ze nog steeds heel erg. Maar het is vooral gewoon een ruimtevreter. Op het moment dat je een auto rijdend een plek geeft en je vergelijkt dat wat een reiziger dan nodig heeft in bijvoorbeeld in het openbaar vervoer, dan is een auto 20 keer heeft die meer ruimte nodig, die reiziger, dan in het openbaar vervoer. Of op de fiets heb je nog minder ruimte nodig. Ook als het gaat om die geparkeerde auto. Die auto op een parkeerplaats kun je 10 fietsen kwijt. Dus je kan met die ruimte kan je echt veel mee doen. En het gaat uiteindelijk om de vraag van wat voor stad willen we zijn? Willen we een stad die verstikt raakt door de auto's en waar je steeds op je hoede moet zijn dat je niet van je sokken af wordt gereden? Of wil je een stad zijn waar je ruimte hebt, waar je groen hebt, waar je juist met elkaar, wat ook heel veel autowegen doorsnijden, wijken. En daarmee zijn het juist barrières. Dus wat voor stad wil je zijn? En wat mij betreft kiezen we voor die leefbare, aantrekkelijke stad. En dan moeten we de prioriteit geven aan de voetganger, aan de fietser en aan het openbaar vervoer.